Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Natuurlijk ook voor het delen, het abonneren, de vele warme, liefdevolle berichten die ik per e-mail ontvang en natuurlijk ook via mijn website. Dankjewel daarvoor. Natuurlijk ook ontzettend bedankt voor alle mensen die interesse hebben getoond in de verlengingen, in de donaties. Maar ook natuurlijk de vele mensen die een privé-reading hebben aangevraagd. Healings, dankjewel daarvoor. Super bedankt, lieve Stefanie, voor de donatie voor de kittens. We hebben nu weer heerlijke kittenmelk. Dankjewel daarvoor. Super lief, super attent. Ik zal morgen of overmorgen een filmpje maken met de kittens. Dan kan je ze ook zien. Heb je een beetje een idee van welke kittens ik nou allemaal aan het opvangen ben dit moment. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, kost niks. En dan zit jouw energie aan het kanaal. Ook als je op het belletje klikt, hoef je niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag en werk ook op zaterdag en op zondag. We gaan gauw beginnen. Vandaag kreeg ik door de Sacred Destiny Deck en de nalatenschap van de goden. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors, wat mogen wij weten voor de kijkers? Hier zitten de kaarten in voor vandaag. Twee stuks. Purificatie. Er moet iets gereinigd worden. Het kan goed zijn dat je de laatste tijd misschien wat extra emotioneel bent. Of dat je opgejaagd voelt. Of dat er ineens dat je overspoeld wordt door gedachten, gevoelens. Je moet jezelf reinigen. Dat kan door middel een reiki healing. Of op allerlei andere gebieden. Je kan je reinigen met salie, met Palo Santo hout, met bijvoorbeeld met Himalaya zout. Maar er moet iets gereinigd worden. Het kan goed zijn dat je ook bepaalde energieën om je heen hebt hangen van anderen die bijvoorbeeld negatief zijn. Dat kan zijn mensen uit je naaste kring, maar het kan natuurlijk ook zijn mensen van het werk of mensen met wie je bijvoorbeeld in het openbaar vervoer zit waar je wel eens contact mee hebt. Al die energieën blijven soms in je auraveld vastzitten, vastgeplakt zitten en dat mag af en toe gereinigd worden. En dat kan ook soms invloed hebben op jouw kijk op de zaak, hoe je over bepaalde dingen denkt, hoe je je voelt, etc. Embracing. En omarm jezelf hoe de dingen gaan. Soms heb je toch de neiging om te willen sturen. Te willen sturen in hoe dingen gaan. Zeker als je het gevoel hebt dat het gaat om een stukje falen of dat het niet ideale omstandigheden zijn of nou ja, noem maar op. Zeker als je bang bent om iemand of iets los te laten, dan kan het goed zijn dat je dan extra moeite hebt om die controle los te laten. Omarm jezelf, heb jezelf lief, heb respect voor jezelf. Vergeef jezelf voor het feit dat je af en toe toch nog in die oude vastzittende gewoontepatronen valt. Dingen die je van huis uit, van kindstijd hebt opgepikt en geleerd hebt. Misschien ook wel van school. We leren allemaal iedere dag weer. En pak de draad op daar waar je kan. Dus als je merkt van, goh, ik ben te veel met controle bezig, probeer dan bijvoorbeeld het los te laten middels een meditatie of anderszins.
En probeer daar dan alert op te zijn. Alert kan je ook zijn door als je ja, gevoelens hebt, opgejaagdheid, etc. En je denkt van, goh, ik weet niet goed waar dat vandaan komt, kan dat niet plaatsen. Reinig jezelf eerst en ga dan bijvoorbeeld mediteren of een wandeling in de natuur maken. Dan kan het best zijn dat jouw innerlijke stem, jouw intuïtie, dan tot je spreekt en dat je dan bepaalde inzichten krijgt. Dan krijg je inzicht in jezelf, maar ook waar je op dat moment mee worstelt. Want we zijn soms zo druk bezig met dagdagelijkse zaken, dat we ons daarvoor afsluiten. Dat is geheel onbewust. Terwijl eigenlijk een andere manier van leven vereist is. Als we meer in harmonie willen komen met onszelf, met onze intuïtie en wat het allerbeste voor ons is, is het eigenlijk beter om veel meer te mediteren, veel meer in het hier en nu te zijn, dan met de waan van de dag bezig te zijn. Maar omdat we altijd anders hebben geleerd om te leven, van kind af aan al, is dat natuurlijk ook een bepaald patroon wat heel moeilijk te doorbreken is. Je hebt daar echt discipline voor nodig om jezelf ertoe te zetten. Om iedere dag bijvoorbeeld te mediteren, ook al hebben we het over een meditatie van 5 of 10 minuten. Wat een verhaal allemaal, dat uit 2 kaarten. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors, wat mogen wij weten? Voor de kijkers. De onderliggende kaart, hij wilde bijna omvallen. De onderliggende kaart is de 10 van staven. Ja, je gaat gebukt onder een bepaalde ballast. Een ballast van bijvoorbeeld oude gedragspatronen, energieën, angsten, dingen willen vasthouden, die zekerheid bieden, die comfort bieden. Dat is allemaal gehechtheid, zoals we dat ook wel noemen in mindfulness. En zoals Boeddha dat heel goed zei, maar ook de Dalai Lama, van als je gehecht bent aan dingen, dan is dat een vorm van lijden. Als jij bijvoorbeeld je heel erg hecht aan je hondje en die gaat op een gegeven moment dood, dan heb je daar heel veel verdriet van. Dus eigenlijk is de kunst om je daar dan niet aan te hechten. Maar je kan je bijvoorbeeld ook hechten aan dingen. Noem maar iets, je hebt pas een auto gekocht en je bent er trots op en die was je iedere dag. En op een gegeven moment heb je hem ergens geparkeerd en dan kom je terug en dan heeft iemand bijvoorbeeld met zijn bos sleutels een streep op jouw auto gezet in de lak. Ja, dan kan je wel door de grond gaan, maar eigenlijk, waar gaat het nu helemaal over? Het is een gehechtheid aan een stuk materieel, een vervoersmiddel. En dat vergt een andere kijk op de zaak. En zo kan je natuurlijk gehecht zijn aan van alles en nog wat. Gehecht zijn aan zekerheid dat je een bepaalde baan hebt. Gehecht zijn aan het feit dat je met iemand samenwoont onder één dak. En dat de zaken geregeld zijn. Dat jullie jaar in jaar uit bepaalde zaken op een bepaalde manier doen. Een soort zekerheid hebben, een constante in het leven. En als er iets is wat intuïtie, of daar eigenlijk het lichaam is ontzettend bang voor veranderingen. Hè? Dus ook gehechtheid aan gewoontes is heel erg moeilijk te doorbreken. Of dat nou goede of slechte gewoontes zijn. Überhaupt gehechtheid maakt heel erg afhankelijk en het streven is naar onafhankelijkheid, zodat we minder hoeven te lijden. Nou, waar begon ik over? Het vasthouden met de 4 van munten. Vasthouden aan zekerheid, vasthouden aan materiële zaken, vasthouden aan de 3D-zaken zoals een auto, een huis, vriendschappen die misschien al lang niet meer
lekker lopen, maar wel goed is voor je status op Facebook, ik noem maar iets, of op andere sociale media. Een relatie waar je in zit, die helemaal niet meer lekker loopt, maar dat je doet omdat het, dat de familie het graag zo ziet, of dat je een bepaald soort werk doet wat graag je familie zo had gewenst. Nou, noem maar op, zo zijn er tal van zaken. Om van die gehechtheid af te komen, moet je jezelf gaan purificeren. Betekent dat je dus meer in het hier en nu moet zijn en meer moet beseffen waar je precies aan gehecht bent. En je wordt je daar bewust door gegrond te zijn en te mediteren voornamelijk, maar ook je energie te reinigen, zodat je heel goed en duidelijk ziet wat is mijn energie en wat is de energie die rondom mij hangt. Want er kunnen ook energieën in bepaalde ruimtes blijven hangen. Kan ook energie zijn van andere mensen, zoals ik al vertelde. En dieren natuurlijk ook. En als jij dus, want ik krijg heel erg sterk bij deze kaart op dit moment een gevoel van kluizenaar door. Als je dus je perspectief op zaken verandert, die gehechtheid beetje bij beetje loslaat, dan maakt dat jou een stuk sterker, een stuk onafhankelijker en een stuk minder kwetsbaar. Het oordeel ligt er. Ja, ik heb het gevoel dat de engelen hardop bezig zijn om jou te helpen om vooral van die gehechtheid af te komen. Er kan zijn gehechtheid aan geld, dat is een rode lijn die ik door heel veel readings zie, ook bij collega's. Hè, met de COVID, heel veel mensen hebben hun zekerheid verloren qua werk, qua inkomen. En iedereen blijft zitten waar die zit, voelt zich onveilig. En dat is nou juist die gehechtheid waar we het over hebben. Dat moet los. Dat moet losgetrommeld worden. Dat is 3D-denken. Alles is een overvloed. Dus we moeten daar onze lessen van leren. Wat ik al zeg, er is overvloed aan alles met de 9 van kelken. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Als jij een genoegen neemt met een tweedehands autootje die perfect rijdt, ook al zit hij eronder de krassen en is het misschien niet het juiste model of de type die jij in je hoofd had, dan kan je daar prima nog 10 jaar mee rijden zonder dat je stress hebt van alle dag dat misschien wel eens iemand een kras op je auto kan zetten of dat je met je auto een deukje oploopt, etc. etc. Hetzelfde kan je hebben met een huis. Je kan een koophuis nemen omdat iedereen en je familie dat geweldig vinden. Maar eigenlijk als je een huurhuisje hebt, kan dat net zo goed fijn werken. Want dan heb je de stress niet van het onderhoud van het huis. Ja, et cetera, et cetera. Door die gehechtheid, wat ik al zei, kan je heel veel verdriet hebben. Ook als je je hecht in de liefde aan iemand anders, dat is je codependent afhankelijk opstellen. Je moet je beseffen dat alles en iedereen, alles en iedereen is veranderlijk. Van dag tot dag. Kijk maar naar jezelf. Je verandert steeds keer op keer weer met al je nieuwe levenslessen. Betekent dat alles en iedereen om je heen ook verandert. Je bent een mens van de dag, zeggen we wel eens, en dat klopt ook. De een op de andere dag kan je ziek worden, de een op de andere dag kan je doodgaan. Dat zijn natuurlijk wel extreme, maar het is wel de waarheid. De een op de andere dag kan zomaar een relatie over zijn. De een op de andere dag kan je merken dat je uit elkaar bent gegroeid qua vriendschap. De een op de andere dag kan je het besef hebben van, jeetje, ik zit al 10 jaar in dit vak, maar eigenlijk ligt mijn hart hier helemaal niet bij. Als je dan gehecht bent, omdat je denkt, ja, mijn baan biedt zekerheid omdat ik dan cent heb, zodat ik die koophuis of die nog niet afbetaalde auto voor de deur kan afbetalen, dan geeft dat ook heel veel stress en verdriet, zeker als je dus die zekerheid van je werk verliest. Dus probeer een andere mindset te hebben, een andere kijk op de dingen, en niet zozeer het 3D, het materiële, maar probeer je te ontkoppelen van die gehechtheid. Dat vergt gewoon minder lijden. Zodat je dus een nieuwe start kunt maken. Dat je eerlijk naar jezelf kunt kijken. En ook eerlijk naar
wat heb ik nu eigenlijk werkelijk nodig in dit leven? Sommige mensen kunnen prima volstaan zonder auto. Anderen kunnen het met een oude barrel doen. Weer anderen kunnen overstappen op een fiets of openbaar vervoer. En zo kan je natuurlijk ook kijken van, heb ik die koophuis nodig? Heb ik al die kleding nodig? Heb ik die 10 paar schoenen nodig? Heb ik die 50 paar tassen nodig? Heb ik, noem maar op. Jullie snappen het verhaal. Omdat die gehechtheid heel diep geworteld is, zoals ik al zei. Vaak is dat vanaf kindsheid, vanuit huis. Voorouders die leren ons dat allemaal. Hè? Je moet een goede baan hebben, je moet goed studeren. Bepaalde jobs hebben, bepaalde vakgebieden hebben natuurlijk een bepaald aanzien. Arts, advocaat, etc. Je kan geen gewone timmerman meer zijn, want dan heb je geen brood, geen droog brood om te eten. Noem maar. Dat soort clichés is wel natuurlijk wat maakt dat diep geworteld zit wat wel en wat niet juist is. En dat is natuurlijk gewoon complete waanzin. Dat hebben we ons allemaal zelf wijsgemaakt gedurende de jaren en de eeuwen heen. Als jij doet waar jij ontzettend veel plezier aan beleeft, iets wat je heel veel energie geeft, ook al vindt een ander dat helemaal niet belangrijk, dan geeft dat jou diepe voldoening, dan geeft het je vrijheid, geeft het je balans. Hè? Hoe vaak horen we niet dat mensen omvallen omdat ze in een baan zitten, hè? Waarbij ze meer en meer moeten, waarbij ze een burn-out krijgen, terwijl dat helemaal niet hoeft. Een burn-out heeft eigenlijk niet zozeer te maken met, of een bore-out, met te veel of te weinig werk, maar gewoon de verkeerde mensen op de verkeerde plek en ook vaak een werksituatie met collega's, negatieve sferen en energieën die rondom je hangen, waardoor je dus dood en doodmoe naar huis gaat. Dus realiseer je kwaliteit van leven. Als je dus die gehechtheid los gaat laten, dan staat er een nieuw begin. Niet alleen dat je een nieuw begin hebt qua waarheid, qua openheid, qua eerlijkheid naar jezelf toe en naar buiten toe. Want het is natuurlijk ook een enorme druk. Hè? Vindt de familie het goed? Vindt mijn baas het goed? Vinden mijn vrienden het goed? Wat denken ze wel niet op sociale media van me? Etcetera, etcetera. Want ja, als we een nieuwe auto hebben of een nieuwe leasebak, dan willen we het wat graag op de foto zetten en meteen posten op sociale media. Laat dat achter je. Laat die ballast, laat die zorgen, laat die druk los. En je zult zien dat je meer geïnspireerd raakt, meer in connectie met jezelf, met spirit, met het goddelijke, met het universum. Je gaat meer en meer in het hier en nu leven en je gaat meer en meer waardering hebben voor de kleine dingen die zo belangrijk zijn. Een glimlach van een kind, je gezondheid, je gaat ook progressie maken, je gaat heel bewuster leven, je gaat gezonde voeding eten, waardoor je energieker voelt. Je gaat jezelf cleansen en reinigen, waardoor je dus veel krachtiger, enthousiaster en lekkerder in je vel naar je werk gaat of wat je dan ook doet. Je wordt creatiever, je gaat met de dingen om, je gaat ook dingen zien van ik heb die auto helemaal niet nodig, want met COVID zit ik al 2 jaar binnen te telewerken en mijn werkgever geeft aan dat ze liever hebben dat ik 3 dagen in de week thuis werk en maar 2 dagen op kantoor. Die 2 dagen kan je bijvoorbeeld makkelijk met openbaar vervoer. Of als jullie 2 auto's voor de deur hebben staan, doe er dan bijvoorbeeld 1 weg. Dat zijn allemaal lasten die verdwijnen, die een lastenvermindering geven, die je anders naar dingen laat kijken, ook vastzittende patronen, dat je jaar in jaar uit altijd met je auto naar het werk gaat, omdat gewoon puur uit gewoonte, pak eens een keer die fiets in de zomer, pak eens een keer de bus, de metro, de tram, de trein, wat dan tot je beschikking is. En misschien ga je op die manier meer tijd krijgen om een goed boek te lezen, om naar je favoriete muziek te luisteren, om een goed gesprek aan te gaan met mensen, voor mensen die je tegenkomt in het openbaar vervoer.
Dat is ook een stuk creativiteit. Een verandering van het leven, wat ik al zeg, constante verandering. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je het filmpje liken, delen. En je mag je natuurlijk abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Als je zegt van, goh, ik ben geïnteresseerd in een privé-reading, dat kan natuurlijk ook. Je hebt hier de titel, dan een driehoekje. Als je daar dus op klikt, dan zie je een linkje naar mijn website en mijn e-mailadres. Check even tarieven en wat ik precies aanbied. En vervolgens kan je jezelf aanmelden via het contactformulier of via de e-mail. Dankjewel weer voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.